Is er een 25 november die je je goed kan herinneren en waarom? De eerste herinnering die me opkwam bij een 25 november, dat is niet een, specifieke, een specifiek jaar hoor, maar is al die massa mensen op het onafhankelijkheidsplein die de Surinaamse vlag maakten. Ja. Dat is wat me het, dat is het eerste wat in mijn hoofd opkwam bij 25 november, wat ik me kan herinneren. Ja. Maar ik denk dat jij wel een leuke verhaal hebt voor deze vraag. Ja, en wat about de défilé en al die optochten? Ik kan me dat niet zo goed herinneren. Je had geen aandacht. Ik had geen aandacht. Je moet aandacht hebben. I know, je zei me steeds, let op. Ja, ik heb wel een superleuke herinnering. Ik ga geen namen noemen. Dat was een 25 november. En ik weet niet of ik jullie dit verteld heb. Ik moet er nog steeds op lachen. Maar we waren uitgenodigd voor het grote feest op, in het paleis. Op het Onafhankelijkheidsplein. En iedereen was prachtig gekleed en het was vrij officieel. Je had een bandje, Surinaamse muziek. En toen besloot een van de gasten de toenmalige president zijn vrouw te halen voor een dansje. Was dit de eerste onafhankelijkheid? Nee. Het was een onafhankelijkheid. Ik weet eigenlijk niet meer wanneer. Maar hij besloot het te halen voor een dansje. Nu had je daar op, in de achtertuin had je een platje van cement. Dat in geen 1000 jaar blijkbaar gebruikt was. Dus hij ging er halen en het begon heel goed in een soort dans, een wals, een Surinaamse, op een Surinaamse beat. Ja. En toen kwamen ze bij het groen-groen gedeelte van het platje. Dus toen viel hij en de presidentsvrouwen viel op hem. Oh no. Hij is opgestaan, hij heeft 3 keer een poging gedaan om op te staan en elke keer weer viel hij en zij viel met hem mee. Er zijn een heleboel mensen die aanwezig waren en waarvan ik zeker weet dat ze zich dat kunnen herinneren. Ik lag er nog steeds om. Het was zijn hemd, het was met groen-groen. Haar jurk was met groen-groen. Maar dat was een leuke herinnering. Oh no, ja. Met de presidentsvrouwen. Ja, met de toen presidentsvrouwen. Nou, ik weet zeker dat een aantal mensen die nu naar het televisieprogramma kijken ook beginnen te lachen. Ja, absoluut. En waarschijnlijk zij ook. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.